Voor het januari-nummer van L leek het ons leuk om op zoek te gaan naar nieuwe, frisse gezichten. L ging een samenwerking aan met de Movement Models. We hadden een pop-up agency op het Centraal Station bij Lidl Amsterdam. En daar hebben we allemaal nieuwe mensen ontmoet en nieuwe mensen gecast. En er kwamen allerlei mensen voorbij. Sommigen heel spontaan, anderen helemaal uit Groningen of helemaal uit Limburg. En dan samen met het team, dus de fotograaf Justine Leenaert, Lisa Ann Stuyfshand, de fashion editor, Robbie Bouw, de director van de Movement Models en ikzelf, hebben we een selectie gemaakt. En we hebben 12 modellen gevonden. We hebben deze 12 modellen ook op een kalender gezet. De nieuwe verjaardagskalender van 2018. En we hebben dus allerlei verschillende types geselecteerd. Juist heel erg ook vanuit karakter natuurlijk, maar heel erg ook vanuit iemands stijl. Het gaat heel erg over diversiteit. Wie ben jij? Hoe kleed jij? Wat voor de een bijvoorbeeld een heel dagelijks uniform is en heel chill gedragen wordt, is voor de ander een enorme challenge. En dat leverde hele verrassende dingen op, want je ziet iemand binnenkomen en meteen inspireert het tot iets wat je in zo iemand ziet. En dat was ook heel erg leuk om op die manier voor Lisa, om voor iedereen een look te bepalen. Voor jullie hebben we Priscilla, jaren 50 car wash vibe. Augustus, hele andere vibe weer, gaan we richting jaren 80, Miami Vice. Ik heb dit enige blouseje van Maison Kitsune. Maar ze is ook wel een boef, dus het mag best wel die harde vormen, jaren 80, grote schouders mogen erin. Het is voor Bodil heel erg in die nieuwe vibe van regenkleding en het oversized, wat je ook heel erg veel gaat zien voor spring, summer 2018. Voor Sophie heb ik een Prada look hangen. Die hele resort collectie was heel mooi. Het is best wel dromerig en verfijnd, maar aan de onderkant ja, eigenlijk heel veel kousen met harde strepen. Best wel technisch en een beetje futuristisch. Dus ik zag haar een beetje als een soort office elfje op een hoverboard vandoor gaan. Dus met haar gaan we dat proberen in de studio. Dus fingers crossed, zij kan goed dansen. En dan hebben we de laatste look, die is voor Rosie. En Rosie is echt gorgeous ook. En heel erg die get down 70s vibe. Dus best wel disco, maar ook vintage en die retro vibe. Het is heel erg mooi om te zien hoe die verschillende karakters eigenlijk naar buiten komen in de foto. Daarom vinden we het leuk om elke maand een nieuw gezicht te hebben op deze verjaardagskalender. Zodat we juist die diversiteit en juist die enorme inspiratie van iedereen en wie we zijn, dat we dat iedere keer weer vieren.